Hij zei eerst, die meid heeft mij afgetrokken. Ik zei, bro, niet liegen. Wat? Hij zei, ja, nee, ik kan eerst met mezelf. En toen kwam hun en ik zei, bro, niet liegen. Zij komt dus binnen, niemand valt op vrouwen en ze regelt het gewoon. Ja, zeg je eerlijk, maar wel soldaat. Ja. Zeg je eerlijk, ze regelt het ja. Oké, okay, dus wie heeft jou het lekkerst gelikt? Nou, Samir is begonnen en Tahir heeft het afgemaakt. Hallo lieve kijkers en welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van Meekijken met Ex on the Beach seizoen 8. En waar kunnen we dit beter afsluiten dan bij de enige echte Harry van het kamp? Vandaag heb ik ook Lakeisha uitgenodigd, want zij heeft wel bewezen dat de laatste aflevering zeker niet saai hoeft te zijn. Laten we snel gaan kijken. Hallo. Hey, schat. Hey, Liefie. Oh, Liefie, dankjewel. Kom binnen. Maar wel even schoentje uit, schat. Kom. Kom binnen, zo, schat. Kom binnen. Dankjewel. Dames en heren, mijn nieuwe vriendin, Shanna. Hoi allemaal. Ik voel me wel gelijk welkom in je familie. Ja, zeker, ja. Nou, leuk. Ga lekker zitten, doe voor thuis bent. Dat doen wij ook. Bankie vol, want we zijn bij Harry op het kamp. Met wie zitten we hier allemaal? Ja, met mijn vader, mijn moeder, mijn tante, mijn oom, mijn neefjes, nichtjes, zusje, mijn vriendin van mijn zusje, mijn andere zusje, mijn grote vriendin van Ex on the Beach. Yeah. Soef Shauf, niemand minder dan motherfucking Joey Bravo, Sam van Powerhouse, Elijah, mijn neefie en ja, de rest van de tante gang. Tante nog een keer? Ja, tante nog een keer. Nou, super gezellig. Wat kunnen we van jou verwachten? Ik heb natuurlijk al aardig wat gezien, maar het is nog best wel rustig. Ja, het is best wel rustig. Kijk, ik zeg altijd, Cristiano Ronaldo speelt ook niet altijd zijn beste wedstrijd. Met alle respect vind ik, mag ik best wel zeggen dat ik Ex on the Beach een beetje heb uitgespeeld. Dus ik dacht van, nou, laten we er gewoon weer naartoe gaan. Maar nou laat ik even een andere kant van Harry zien. Het is niet meer die jongen die daar de villa in gaat, 10 vrouwen helemaal naar elkaar trekt. En het is nou of iets anders. Leuk om jou ook een keer op een andere manier te leren kennen. Maar had je ook niet een klein beetje het gevoel dat er misschien anderen in de villa waren die meer in trek waren? Ja, daar zitten vast wel wat jongens bij die ook gewild zijn tussen meiden, maar ja. Voelde je concurrentie? Nee, bij mij staat geen concurrentie. Bestaat niet. Die, wat heb ik toen gezegd? Volgens mij 5 rug of zo voor degene die me verbreekt. Nou, die staat nog steeds tot de volgende seizoen en de seizoen na. Dus degene die me verbreekt met die record. Be my guest. Wat vind jij ervan dat hij weer meedoet? Ik ben heel blij te vastschoren. Ja? Ja, dan kom je misschien daar toch nog... Nog goed met die jongen. Ja. Ja. Relatie, ja. Zou je dat leuk vinden? Gewoon een serieuze relatie? Allang. Kijk, weet je, het is, ik ben zelf al allang aan mezelf aan het bouwen. Bedrijven opzetten, dit, dat, links, rechts. Alleen is het nou wel tijd om een serieus vrouwtje te vinden. En het is natuurlijk moeilijk, want veel vrouwen gaan om wat je bent en niet om wie je bent, snap je? Ja. Je moet echt voor Harry gaan en niet voor HVK, snap je? Ja. Dus niet voor het geld, voor de fame, voor dit of voor dat. En zou je ook kinderen willen? Ja, jij? Je hebt er al eentje. Twee. Maar ik wil er wel nog meer. Echt? Ja. Kan geregeld worden. Ja. Is het? Wat kunnen we een beetje van jou gaan verwachten? We zijn nu natuurlijk bij de allerlaatste aflevering. Gaan we de oude Harry zien? Of helemaal de volwassen Harry? Ja, het enige wat de mensen willen zien is sensatie, drama, seks. Dus ja, je moet ze iets geven. Dus ja, ik denk dat we zat... sensatie en alles hebben gegeven tussen de mensen. Dus, En dan zit je hier met Romee en Lakeisha. Ja. Wat is dat tussen jullie? Oh. Ja, tel eens. Gezellig. Ja, beginnen jullie maar eerst. Ja, nee, ik ben heel goed begonnen met Romee. Ja, die hebben we vaker gehoord. Ja, nee, echt. Ja. En hebben het erg gezellig. Ja, tuurlijk. Altijd gezellig. Wat dan? Nou ja, van jou heb ik natuurlijk ook wat dingetjes gezien met meerdere mensen. Dus ik dacht, hè, misschien hebben jullie het ook met z'n drieën heel gezellig. Jij en Romee zijn in ieder geval niet vies van elkaar. Nee, klopt inderdaad. En Harry? Hoort Harry daar ook een beetje bij? Nee, ik kom een keer in kamer binnen, dat weet ik nog. En ik denk dat ik dat dadelijk ook ga zien. Mag ik dit nog niet vertellen? Zo. En Lakeisha, hoe is het voor jou om voor de tweede keer mee te doen? Nou, ik vond de tweede keer wel leuker. De eerste keer was ik een beetje rustig en zo. En nu dacht ik gewoon, ik ga erheen, genieten moet ik. Ik dacht wel, hot girl summer. Dus ja, ik ging er gewoon voor. Het boeide me eigenlijk niet. En jij bent er ook uitgekomen met een relatie, toch? Ja, klopt inderdaad. En is dat nog steeds zo? Ja. Wow. Ja, nog steeds. Je moet het eigenlijk niet zoeken, het komt op je af. Het komt op je af. Met wie heb je een relatie? Met Tahir. Op je af.
Oh, dit is een examen? Ja! Ja. Oh, dan weet, ik zweer, ik wist dat niet. Ja, ik heb het ook niet meer terug. Familie, wat denken jullie te kunnen verwachten van Harry? Volwassen Harry. Volwassen Harry, ja. Oké, nou, zijn jullie zenuwachtig? Bring it on. Of denk je, laat maar komen? Nou, laten we lekker gaan kijken. Maar hier ben ik alsnog met paard. Het is ook weer echt zoiets. Echt zo'n ex weer waar ik helemaal geen zin in had. Jij bent fucking blij. Our friend. Ja. Wat is het precies tussen jullie? Harry? Remy. Nee, ik vraag het aan Harry. Oh. Beroep mij, ik heb een zwijger. Zwijgerrecht, doe maar voor de rechtbank, niet hier. Wat is het dan al? Ja, ik en Demi kennen elkaar al een tijdje. We hebben het een lange tijd gezellig gehad. Een beetje mooie gat op het einde. Jij mag het ook zeggen als je wilt, want we staan overal voorop. Het laatste contact dat we hebben gehad, heeft hij boos opgehangen omdat ik zijn verjaardag was vergeten. Dus vandaar de taart. Harry, heb jij gevoelens? Nee. Ik denk wel dat Harry blij is dat ik er ben. Maar ik vind het altijd wel moeilijk om daar een inschatting van te maken. Het gaat echt zo. Zo goed, slecht, goed, slecht, goed, slecht. Dus, Harry, wie is deze dame? Vertel maar eens even aan je moedertje. Is eigenlijk een vriendin van Romee. Oh ja, betrek mij hierin. Ja, dat ga ik ook zeker doen, maar dan ben ik hier niet alleen in deze film. Ken je haar ook via Romee? Ik weet het niet meer. Ik weet echt niet meer waar ik voor ken. Maar ik zeg, ook al spreek ik er niet meer, ik ben wel een soldaat. Die hoefde ik 2 uur, 3 uur s'nachts te bellen, belde ik 4, 5 uur s'nachts. Moest ze morgen werken, ze komt van Tilburg naar Eindhoven te rijden. Seks. Naar huis toe, morgen niet meer bellen, geen hoofdpijn, niks aan de hand. En maar toch vind je het niet zo leuk als ze dan vervolgens je verjaardag vergeet. Ik dacht van, ja, als je mij niet feliciteert, dan laat maar zitten. Dus heb ik vandaag ook niet meer gesproken. Ja, ben je echt zo? Ja, je moet mogelijk ook... vind je. Vind je? Dus jij kan haar lekker bellen voor seks en verder wil je maar zij krijgt ook de genot. Ja, maar jij verwacht dan ook niet dat ze je belt voor je verjaardag. Ja, ik heb ook gevoel. Ja, ik denk niet dat veel mensen dat van jou verwachten. Nee. En moeders, ken je deze meid? Nee, ik ken ze niet. Nou, dat is toch gek, hè, Harry? Als ze hier dan alweer lang komt. Laten we lekker verder kijken. Volle gang. Maar op een onbewaakt moment snoept Luca een kusje bij Giovanna. Rustig, blijf er omheen. Dat heeft niemand gezien, behalve Samir. En uitgerekend hij heeft nog nooit gehoord van de bro-code. Ik weet niet waar we waren. En nog meer pech. Joyce heeft wel een girl-code. Hij is met die hoer, hè? Hij is weer met die hoer. Waarom zeg je dat nou? Ja, schat. Nee. Omdat dat mijn gang is. Zie je wat ik opnaaien? Daarom dat ik zeg. Kijk, dat is niet mijn gevecht, maar ik ben niet snelig naar Romee toe. En Romee gaat dan ook meteen verhaal halen. Verrassend. Bij Luca. Luca, wat doe jij? Oeps. Waarom zoen jij haar? Oeps. Waarom zoen jij haar? Wat zegt dat nou weer? Joyce zegt, hé? Ja, klopt. Maar waar moet je jullie? Wie ben je voor? Je bent boek. Nee, ik ben toch niet voor jou. Maar waar maak jij het druk om? Waar staat die Sammy er nou bij? Maar als het gebeurt, het gebeurt. Oh, wat is met haar? Ja, maar luister, die Sammy is uiteindelijk degene die het heeft gezegd, hè? Iemand anders druk bezig. Ik ben gewoon een eerlijke persoon. Die mannen zijn nog erger als wijven tegenwoordig. Echt waar, zweer. Het is echt wel. Nick ook, echt gewoon een bitchboy. En dat zij nu de schuld van Luca krijgt, zit haar niet lekker. Want volgens haar is het Giovanna die de echte koude douche verdient. Nou, we gaan sowieso knokken. Nee, volgens mij. Nee? Oh, Joyce. Oh. Waarom ben jij nu eerlijk, joh? Ik denk dat je op het balkon. Legend. Maar waarom doe jij dat dan? Oh, echt? Heb ik gemist? Was er niet bij? Hey! Hallo, what the fuck is dit? Oh, dat heb ik niet gezien. Ik had iedereen uitgenodigd in die jacuzzi. Jij dacht feesten! Iedereen vechten. Ging het weer helemaal mee. Ik zat op mijn balkon toen met Eileen en toen hoorden wij allemaal gesprekken. En waar was ik dan? Wat zijn hun allemaal aan het doen? Dacht ik, godverdomme. En toen keek ik en Joyce, die doet daar gewoon onder water. En dan hebben we Romee. Die Luca niet leuk vindt, maar wel iedereen in elkaar tikt voor Luca. Wat is dat? Sensatie. Maar mooi. Ik wil het even van jou horen, Har. Vind jij hem leuk, ja of nee? Vind ik wie leuk? Vindt Romee Luca leuk, ja of nee? Nee. Vindt hij jou leuk? Nee. Maar wat is dat dan? Als Matt. Hebben jullie ooit seks gehad met elkaar, ja of nee? Ja.
Wij ja, maar dat doen vrienden ook, hè? Ja. Ja. Maar wij zijn ook matties toch? Wij zijn ook matties toch, hè? Ja, toch? Wij zijn ook matties. Oh, jongens. Maar Lakeisha, jij zit daar ook lekker in die in de bubbelbak. Hot girl summer. En in één keer wordt er weer gevochten. Ja, wat vind je daarvan? Want jij bent geen vechter, toch? Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon stout. Ik dacht, oh, de vibe is hier. We zijn allemaal in de jacuzzi en dan komen hun weer. Ja. Ja, echt een vibe killer eigenlijk. Ja, een beetje zonde. Hé, hey, maar vertel eventjes, want jij bent eigenlijk bi, toch? Dus je valt op mannen en op vrouwen. Ja. Vervolgens is daar een meid, die valt gewoon op mannen. Hetero. Nee, hoe doe je dat dan? Ja, ik vroeg, heeft hier iemand al iets met een chick gedaan? En toen zei zij ja. Toen dacht ik al, oké. Okay. Dan gaan we daarheen. Jij hebt problemen. Jij bent er wel. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat dan doet. Hey, allemaal? Ja, dat willen we allemaal wel weten. Tante. Waarbij na dit candyfeest Tante. Stevie naast haar snoepgoed kruipt. Vind ze helemaal niet erg. Ik hoor het niet hoor. Lars en Janne nog even van elkaar snoepen. Wie is dit? Lars en Janneke. Samir op snoepbezoek gaat bij Lakeisha. Oh, dit is die kamer. Ja, 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 dan kom ik daar binnen, ja. Huh? Ik, woe! Met wie? Met Samir. Was hij jou even aan het En nu met Tahir, volgens mij. Oh, bitch with an eye on a price, but nigga, I ain't no million. Je had honger, hè? Ja. Wat is er nou? Je had honger, hè? Je had honger, hè? Vroeg je dat ze honger had? Ja. Ja, dat vraagt hij gewoon niet mij. Okay. Was ik beter? Ja. Oh, nou, oké. Okay. Verhaling vatbaar. Oké, okay, nou, vanuit mijn kant ook. Gezellig. Was een gekke bedoeling. Ja, wacht, wacht, wacht. Nick lag naar jullie ja. En hij dacht niet, laat ik hele tijd zei hij, oh, dit en dat flirten. En aan eindstand gebeurt er iets met twee chicks nog en hij sliep gewoon. Oh. Ja. Maar hij had zijn eigen afzet trekken langs jullie, hè? Hij zei eerst, die meid heeft mij afgetrokken. Ik zei, bro, niet liegen. Oh, wat? Hij zei, ja, nee, ik kan eerst met mezelf en toen kwam hun. Ik zei, bro, niet liegen. Hij zei, ja, bro, ik zat gewoon een beetje op hun te trekken. Ja, hij zat te dromen. Oké, okay, dus wie heeft jou het lekkerst gelikt? Nou, Samir is begonnen en Tahir heeft het afgemaakt, dus dan ga ik wel voor Tahir. En heb jij ook nog een beetje gelikt? Nee, niet eens. Nee? Ik liet het op me afkomen, echt. Maar eerlijk, Harry, zij komt dus binnen, niemand valt op vrouwen en ze regelt het gewoon. Ja, zeg je eerlijk, ik ben wel soldaat. Ja. Zeg je eerlijk, ze regelt het ja. Wel. Oh, maar wil je nog meer zien? Op zo'n hondje zomaar. Ja, ik wil dan... wel meer zien. Ja? Nou, dan gaan we ervoor. Ja, hij is niet eerlijk. Harry, hoeveel liefde zit er bij je lust? Ontdek het tijdens een date met al je exen. Gezellig. Gezellig. Je bent serieus? Zo leuk. Een feest, zeg. Gezellig. Ja. Nou, dat kan of hartstikke gezellig worden, of dat kan helemaal uit de hand gaan lopen met die meiden. Zijn Anna mee? Jij mag mee, jij mag mee, jij mag mee. Wie wist er nog? Ja, jou ook. Hey, oh ja, jij mag ook mee. Alle meiden uit de villa. Bijna. Girls trip. En Harry. Harry is op date gestuurd met al zijn exen. En die hebben er heb ik gewoon op. Totaal geen zin in. Oh, wat walgelijk dit, jongen. En ze liggen ook niet zo lekker bij elkaar. Dus Nel Circus er wel bij hebben. Die kop ook. Super veel zin. Heel veel. Heel veel zin. Nee, ik heb zin, ja. Om de situatie nog ongemakkelijker te maken. Je houdt wel van vrouwen met lekkere tiet, hè? Ik knip oogje open. Hou op. Vragen beantwoorden. Mij kun je alles vragen. Ik geef overal eerlijk antwoord op. De dames mogen één voor één graaien, want iedere gouden bal vraagt om een goud eerlijk antwoord. Kijk! Hey! Zij hebben weer als eerste. Rank de dames op gevoelens. Voor wie had je de minste en voor wie de meeste? Oef. Ik denk dat Harry het minste gevoel is hier voor mij. Ja, maar het aller, echt het allerminst voor Giovanna, dat kan niet anders. Ja. Degene voor wie ik het minste gevoelens had, dat is denk ik voor Lynn. Wederzijds. Nou, dan kun je korter. Ja, maar voor Lynn, ja. Daarna komt Giovanna. Dan denk ik Aileen. Dan denk ik Anna. Dan Romee. Dan denk ik Demi. Daar heb ik het langste seks mee gehad. Het is wel altijd fijn om een beetje die bevestiging te hebben, want bij Harry weet je het echt nooit. Het is gewoon een kutvraag. Ja, het is gewoon een kutvraag. Ja, kijk, Romee gewoon omdat ze gewoon ook... Je beste vriendin is. Snap je dus? Waar je het ook mee doet. Ja.
Je hebt gedaan ooit een keer in een ver verleden, op een ander tijdstip, in een ander universum, in een hele andere setting. Ja, snap je, daar geef ik het meest om. Als daar bijvoorbeeld, stel dat zij komt onder een vrachtwagen te liggen, mogen, klop het af. Godverdomme, zeg jij niet weer. Maar dan zou ik het erger vinden dan voor de rest van de meiden, snap je wat ik bedoel? Ja, nee, maar ja, echt een band. Dan. Snap je? Dan ben je gewoon echt mijn... Nee, mama. Maar wat ben je ervan als je zo op date wordt gestuurd met al die vrouwen? Ja, gezellig. Ja, leuk, echt. Ja. Is wel jouw ding. Bloedgezellig, vriendin. Ja. Ja, dat is seizoen 5 niet meer te doen. En wie vind je nou echt het leukst? Gewoon het lekkerst? Er is niemand met wie ik het opnieuw zou willen doen. Nou. Daar heb jij denk ik erom, schat. Laten we verder kijken. Jimmy, hoeveel bedpartners denk je dat Harry heeft gehad? 500 of zo. Ik denk dat Harry de 800-900 ondertussen wel aan het getikt. Ik denk dat Harry er wel 400 heeft gehad. Weet je het zelf wel? Ik heb een lijstje. Vanaf mijn 11e heb ik het bijgehouden. Nou, vanaf je 11e? Nee, ik bedoel mijn zwijgrecht. Wow. Zei je hier nou hoeveel er waren? Huh? Nee, hoeveel zijn het er nu? Hoeveel zijn het er? Yeah. 700 plus, toch? Het mooiste recht dat je in Nederland hebt, is zwijgrecht. Ja. Hoeveel zijn het er? En testen. Vraag je nog één keer. Die vraag is mij heel vaak gesteld, schatje. En daar heb ik nog nooit antwoord op gegeven en die ga je ook echt niet krijgen. En moeders, weet jij het lijstje? Nee, ik ben het tel kwijtgeraakt. En wat denk jij van het lijstje? Af en toe denk ik dat hij aan de wedstrijd bezig is. Ik heb wel een idee, maar... Zwijgplicht. Lila, jullie zijn al vanaf je 14 bij elkaar. 13. Ja, schat. Hoe lang zijn jullie bij elkaar? Vanaf de 14 jaar. 13, toch? 14. Ik was 18. 35 jaar. 35 jaar? Ja. 14? Wauw. Ik was 18. Jullie, jullie konden elkaar vanaf 13, toch? Ja. Hoor je dat, jongen? Het kan gewoon goed komen met jou, hè? Pak ja. Maar jou misschien ook nog. Ja, wie weet. Wie weet. Die zit op de juiste plek in de Harry, we gaan verder kijken. Gaat dat ding hier als? Ik dacht even genieten. Ga die tablet weer af. Jeetje, ik ben nergens veilig gewoon. Laetitia en Tahir, het is tijd om de kaart op tafel te leggen. Was het liefde of toch gewoon lust? Beken nu. Voor mij was het niet moeilijk om tussen lust of liefde te kiezen. Ik sta gewoon overal voor open, dus we gaan zien waar het naartoe gaat. Ja, dames, jullie zullen je nu echt even in de kaarten moeten laten kijken. Wordt het harten van liefde of schoppen voor lust? Oh, ik heb het! Ja. Wel? Wel? Ik vind het wel bijzonder dat ze voor liefde kiest. Had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, ik vind je wel echt een leuke meid. En ik sta sowieso overal voor open. Dus voor mij liefde, ja. Oké. Ik weet waar het heen gaat. Ik wil wel zien wat er nog meer in zit. Ik heb eigenlijk lust gekozen omdat ik nog nooit echt verliefd ben geweest op een meisje. Maar ik zeg altijd, dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren. Ja, je weet nooit hoe het loopt. Yeah. En eigenlijk ook omdat ik je net ken natuurlijk. Ik zou je wel beter willen leren kennen, dat sowieso. Dus eigenlijk voor mij kan het allebei. Ja, voor mij ook. Dat eigenlijk. Nou, we doen het. Ja. Je lijkt zo schattig, hè? Ja, zie je hoe ik dat doe? Ja, girl! Wauw! Ja. Maar vond je dit moment niet super spannend? Want je weet natuurlijk niet wat zij kiest. Nee, ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik per se liefde koos. Want ik zei wel Hot Girl Summer en zo. Maar ja, ik wou toch wel even openlaten, zeg maar. Mm-hmm. Dus niet gelijk lust. Ja, ik weet niet. Maar ik denk ook dat zij koos voor de andere, omdat ze dacht van misschien kies jij dat ook. Ja, dat denk ik ook. Ja, precies. Ja. Maar ik ben altijd in voor verrassingen en zo, dus ik koop ze gewoon niet. Wat leuk! En Harry, wat vind je ervan om jezelf zo terug te zien? Oh ja, dit is echt precies hoe ik ben. Ja, nou, nee, ja niet precies, zeg maar. Man, we weten ook een andere kant van jij. Is Harry die we kennen of heeft hij zich wel heel rustig gehouden? Nee, ik vond het gewoon een beetje saai. Dat zeg ik ook. Jij hebt nooit konnies willen zien. Nou, een lekker kontje heeft hij wel. Ja. Maar ja, voor tante zijn, moet ik eigenlijk zo zeggen. Ja, maar lekker, weet je wat het is? Als je met mij echt gewoon niet spannend wil zien, dan heb je geen 20 man in een Ex on the Beach nodig, snap je? Je kan met mij gewoon een hele seksscène maken en dan vul je nog geen 20 minuten mee. Dan heb je echt tijd genoeg. Ja, hoe lang kan jij het volhouden? Dat wil je weten. Oh, mogelijk. Ik praat niet veel, snap je? Nee, ja. Ja, maar ik kan dat wel laten bewijzen, toch? Ja, snap je? Dus die camera is hier rechts, de deur uit en dan meteen... Je moet daar toch omkleden, dus... Nee, buiten komt dit niet. Nee, oké. Okay. Als je vriend dit ziet, denk je sowieso dat we seks hebben gehad, dus... Oma! Ik ga even over naar omaatje. Even dat hij wel volwassen is geworden. Ja, hè? Ja, hij heeft het goed gedaan. Ja, hij heeft het goed gedaan, nou. Ja.
En zijn jullie ook echt trots op hem als familie zijnde? We zijn altijd trots op hem. We zijn altijd trots. Maar nu een beetje extra? Of hij nou goed scoort of slecht scoort of ja, hij scoort wordt. Altijd. Hij altijd scoort. Ja, hij scoort altijd. Hij blijft altijd onze trots. Met mijn familie hetzelfde van jij. Paolo erbij. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van Meekijken met X on the Beach seizoen 8. Gelukkig is Harry eindelijk volwassen geworden. En dan is het volgende week tijd voor de reunie. Hopen dat iedereen daar heel blijft en alle nagels erop blijven zitten. Ik zie jullie volgende week. Doei! X on the Beach Double Dutch. Elke zondag om 10 uur op MTV.